Goedemorgen allemaal, goedemorgen. Geweldig om hier zo bij de campagneaftrap in Den Bosch te zijn. En waar kan het anders over gaan dan over de woningnood en volkshuisvesting? Want wonen is een grondrecht, dat laat je niet aan de markt. En natuurlijk zeggen alle partijen nu dat dit de woonverkiezingen zijn. Ja, dat zul je bij elke partij horen, D66, CDA, zelfs de VVD zegt dit zijn de woonverkiezingen. Maar het zeggen is niet hetzelfde als er wat aan doen. Want iedereen zegt de huren moeten betaalbaar worden. Maar dat is wel wat anders dan in onze hoofdstad D66 die zegt dat mensen op 25 vierkante meter maar de keuken en de badkamer moeten delen en daar €800 in de maand voor moeten betalen. Dat is niet betaalbaar wonen. Dat is ook wat anders dan zeggen dat je zorg hebt over of de huurders de rekening nog wel kunnen betalen aan het eind van de maand en vervolgens via de huurtoeslag bezuinigen op diezelfde huurders en de huurtoeslag voor de middeninkomens met 50 tot €100 willen verlagen. Dan sta je niet voor betaalbaar wonen. En dat is wel wat dit kabinet doet. Dat is ook wat anders als je zegt dat je wil investeren in leefbare wijken, waar de PvdA een traditie in heeft. En wat ook heel belangrijk is, want we willen geen banlieues zoals in Parijs. En we willen geen achterstandswijken zoals in Engeland. Dat is wel wat anders dan dat je bezuinigt op het volkshuisvestingsfonds, wat er is gekomen door GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dat is al helemaal wat anders dan dat je bezuinigt op de gemeente. 500 miljoen jeugdzorg. Moet eens kijken hoeveel schrijnende gevallen je daarvan krijgt. Maar elke gemeente hangt nu financieel in de touwen en kijkt welk zwembad dicht moet, welke bibliotheek moet worden gesloten of welk cultureel centrum ten onder gaat. En dat kunnen wij en zullen wij als sociaaldemocraten in onze gemeentes nooit accepteren. Deze verkiezingen gaan dus ergens over en dat bepaal jij in jouw gemeente. En wij hebben met al onze lijsttrekkers samen een woonmanifest opgesteld. En ik wil daar, dat zijn 9 punten, u kent ons, we zijn altijd volledig. Maar ik wil daar 3 dingen uitlichten. Allereerst betaalbare huren. Daar is echt veel en veel meer voor nodig. Ik zei al, niet bezuinigen op de huurtoeslag, maar ook zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen worden gebouwd en dat ook als eis stellen. Eis stellen in onze gemeente, eis stellen in het Rijk, eis stellen in onze provincies. En dat zullen wij doen. De energierekening hoort daarbij, hè? Ik hoorde gisteren minister Kaag zeggen, nou, voor dit jaar hoeft u nergens op te rekenen, maar je zult maar in een tochtig huis zitten op dit moment en met koude handen te zitten denken, hoe kom ik aan het eind van de maand en hoe zal ik een boterham met pindakaas aan mijn kinderen moeten geven de laatste 3 dagen van de maand. Dat is wat er nu is. En ik vraag me wel eens af, hebben ze daar wel in de gaten dat er ook gewone mensen thuis zitten die niet meer rond kunnen komen? Hoe kun je dat doen? Wij zullen in de Kamer blijven strijden voor een fatsoenlijke energiecompensatie, zeker voor de laagste inkomens. Tweede hoofdpunt. Beleggers nemen onze steden over. Dat moet je niet laten gebeuren, daar moet je tegen optreden. En als je dan kijkt wat het kabinet doet, die zegt ja, we willen wel wat bouwen, maar er moet wel genoeg rendement gemaakt. Niks rendementen, huizen zijn om in te wonen en daarom willen wij een grondpolitiek voeren. Optreden tegen speculanten. Planbatenheffing als je het bestemmingsplan veranderd. Het staat allemaal in ons plan, maar het betekent erop dat je niet de enorme winsten van grondspeculanten daar laat terechtkomen, maar voor het algemeen belang inzet. En bovenal een bouwplicht voor mensen die grond bezitten. Het is een publiek belang om te wonen. We hebben nu woningnood, dus ingrijpen willen we in die gemeente en ingrijpen zullen we in die gemeente. En het derde en laatste punt. Er staan dus 9 in, hè? Maar investeren in leefbaarheid is ongelooflijk belangrijk. Leefbare wijken krijg je niet vanzelf. Het is heel belangrijk dat iedereen, van welke komaf ook, of je nou huurder of koper bent, in een fijne wijk kunt wonen. Eberhard van der Laan is daar groot mee geworden en het is eigenlijk een schande dat die gelden om te investeren in leefbare steden, maar ook leefbaar platteland, dat die zijn geschrapt en door dit kabinet ook nog worden beperkt. Daar gaan we voor strijden, want dat is nodig. Een leefbaar dorp, een leefbare wijk, een diverse wijk. Dat is
De basis van de Nederlandse volkshuisvesting, dat is een traditie waar wij altijd voor hebben gestaan als Partij van de Arbeid, voor hebben gestreden, een geschiedenis hebben en nog een veel mooiere toekomst. En ik nodig de lijsttrekkers uit Brabant, onze partijvoorzitter Esther Mirjam Cent, onze senaatsvoorzitter Meili Vos, uit om ons woonmanifest hier symbolisch te ondertekenen. Zet hem op, een mooie campagne gewenst allemaal.